Het trap van mij is, het is van niks. En vergeet het maar. Je komt nooit aan de overkant. Niet doen. Zet die trap omhoog. Blijf nu helemaal rechts zitten. Hè? Blijf rechts zitten. Voet naar voren. Trappen afzetten. En nu rijden. Nu. Nou, elk idee. Zet die fiets achter de streep. Rij in één keer die 5 meter rechtdoor. En je hebt hem te pakken. Dat is toch zo simpel als het maar kan. En ik weet ook wel, als je aan de stuur gaat draaien, dat hij de verkeerde kant op gaat. Niet doen, niet sturen, rij alleen rechtdoor. Zet die koptelefoon op, dat helpt een beetje. Dan word je een beetje afgeleid. Is de spaarder? Te gek. En je hebt lekker een ijsje verkocht, grote meid. Heb je nog geld over ook? Een dubbeltje, kijk eens aan. Geweldig, hartstikke bedankt. Wat een service hier, hè? Nou, had ik idee. Tuurlijk wel, dat is het. Dat is het. Natuurlijk. Ga maar op een gewone fiets zitten en doe je handen maar eens andersom. Wat gebeurt er dan? Je gaat verkeerd op. Ja, dus als je je handen andersom doet op een fiets die andersom stuurt, dan ga je 2 keer verkeerd op. En dan ga je verschrikkelijk hard. Juist, dus dat helpt niks. Nou, dit helpt ook niks. Nee, maar je zit veel te veel te sturen. Alleen rechtdoor rijden. Alleen rechtdoor rijden, niks doen. Ja, je kan jezelf al voor je kop slaan, maar als je gaat sturen, dan kom je er nooit. Geef die kleine fietsjes, moet je opletten. Trappen omhoog zetten. Voet naar voren. En altijd trappen en afzetten tegelijk. Hè? Trappen afzetten, niet sturen. Hup. Ja, je stuurt wel. Ja, dan ga je verkeerd op. Niet sturen. Hup. En gewoon rijden. Rijd toch zo naar de overkant. En dan gaan we links af. Ja, dan ga je naar rechts. Rechtsaf, dan ga je naar links. Ik zag hem aankomen. En rechtdoor ga je gewoon rechtdoor. Zullen we afspreken? Nee, hij is gewoon goed zo. Ja. Kijk. Wat doet hij? Hij stuurt naar links. Je gaat zitten, je leunt een beetje achterover. En je wacht het rustig af. De mensen buiten stuurt andersom. Hè? Als je naar links wil, dan gaat hij naar rechts. Als je naar rechts wil, dan gaat hij naar links. En logisch, als je gewoon niet stuurt, als je de stuur gewoon recht houdt, rij je gewoon rechtdoor. Het is een afstand van niks. Als je 1 keer goed af... Ik had wel fietsen, of niet? Ja, toch? Nou, rij dan gewoon rechtdoor. Ja, het is alleen rechtdoor rijden. Want wanneer ga je verkeerd? Je gaat verkeerd als je aan het stuur draait. Hij valt al zonder fiets. Kijk nou, als je op de fiets kan zitten. Oh, gezellig hier, hè? Nou, rij hem. Kom op, man. Rij die fiets. Nee, hé. Kijk, weet je wat jij nou verkeerd doet? Ik kan het je in een minuut leren. Kijk. Jij gaat beginnen. Je zet je voet op de trapper, maar je zet niet af. Je gaat alleen trappen. Kijk, op het moment dat je trapt, zie je wat er gebeurt? Dan ga je scheef. Nou, als je helemaal niet trapt en je zet alleen af, dan krijg je hetzelfde verhaal. Kijk, je zet af en je drukt jezelf scheef. Nou, dan kom je nooit aan de overkant. Heb je geen schijnvakant? Ja? Juist. Juist. Trappen en afzetten. Kijk, trappen, afzetten. Hup. Nu ben je op de helft. En je rijdt zo naar de overkant. Nu gaan we links af. Dan gaat hij naar rechts. Dat niet altijd goed doen met zo'n camera. Nou, dat is toch simpel? Als je dat nog niet gezien hebt, naar de overkant. Zeker weten. Want het is niks. Het is gewoon veel te simpel. En dat is juist het grote probleem, het is veel te eenvoudig. Ze gaan zomaar op de fiets zitten, ze doen maar wat, ze letten helemaal niet op hoe ik het voordoen. Ja, en dan ga je verkeerd. De klok, de klok. Oh. Dames en heren, welkom bij Erik's Magic Bike Show. Dat klinkt mooi met de klok af. Eén goeiemiddag, dames en meisjes, één goeiemiddag.
want dit is Landas Kriemelkoor. Kinderanimatie voor jullie allemaal deze namiddag in het midden van de kriebelkou. Want deze namiddag is er 2 maart! 2! Mogen jullie allemaal meedoen in het midden van de kriebelkou. Lekkere spelletjes en leuke prijsjes. En je weet het, er is 1 voorwaarde. 1. En dat is dat jullie in het midden van de kriebelkou komen... dansen. Ja, maar wacht eens even. Je bedoelt het. Filip. Wacht eens even, mag eens even. Filip, jij bedoelt toch niet die sexy poep hier, hè? Dat was het bedoelde ik juist, Filip. Juffrouw. Kunt u me zeggen hoeveel dat dit is? Meneer, aan mijn oren, hè? Uw oor. Filip, ik weet hoeveel dat is. Ik weet het. Hey, we zijn benieuwd, hè, man? Oké. Okay. Abel, dit is een... 3! Ja, haast je wel. Vlug in het midden van de kriebelkou. Aan mijn zweetvoeten. Ja, kom maar. Want wij gaan... Filip. Wat gaan we daar doen? Dansen. Nee, ik bedoel, Filip, wat gaan we daar zo doen, bedoel ik? Dansen. Nee, Filip, ik heb het. Kom hier, want wij gaan dansen! Stop. Wie heeft er hier allemaal meegedanst? Hebben jullie allemaal meegedanst? Ja? Oké, dan maken we een lange rij van hier tot aan de juffrouw Herbert. Filip! Jongen, wat is er aan de hand, Jan? Die juffrouw, die bedoelde ik, maar die kan haar buiknaveltje toch niet laten zien? Kan ze? Nee. Filip, gisteren, jongen. Ja. Toen kon die een juffrouw dat inderdaad niet. Ja. Maar toen stonden we ook, Willy, in Maastricht. Wie? Ja. Zal. En Speedy Gonzales. En zij geven jullie natuurlijk een ballonnetje. Maar je mag dat ballonnetje niet in je mond steken. Oké. Want jullie gaan dat ballonnetje rond je middelste wijsvinger hangen. Zo. Ja, want wij doen meer een campagne van het... De pilletjes naar achter. En zo blijven jullie een half uurtje staan. Oké, dat is goed. Wanneer de muziek van Landas Kriebelkou stopt, dan stoppen jullie ook met blazen. En jullie zetten je ballon bovenop je hoofd. Ja, want wij zoeken de dikste ballon op dit moment. Jullie zitten namelijk in een dikke misballonverkiezing. En daarom zoeken wij de dikste ballon. Oké? En degene die de dikste ballon heeft, heeft de dikste ballon. Landas Kriebelkou, want als die begint, dan geeft hij het seintje. Test it.
een ballon, hè? Heb je goed je best gedaan? Ja. Goed geblazen, hè? Ja, dat zien we wel. Je hebt ook wel een klein beetje gezogen, hè? Ja. Maar het is niet erg, want ik haal jou als eerste eruit en dat wil zeggen dat jij als eerste een prachtige prijs gaat krijgen. En die prijs die mag jij gaan halen aan de eenkleurige regenboog bij de Loesjes in de Leuk. Wat, Philippe? Hier, jongen. Aan de eenkleurige regenboog, dat ligt daar niet hier. Ah. Bij de Loesje in de Leuke Bloesje. Ja, ik ken het alle twee zelfs. Ah, voilà, dan mag jij naartoe en als je je prijzen hebt gekregen, dan... Ah, nee. Ah, nee, wie iemand zo heb je gezegd. Jongens en meisjes, wij zoeken... Brede verven! Op je hoofd. Laat het zien. En ik ga degene die ik nu aanduid, die mogen nu naar de eenkleurige regenbogenprijs gaan halen. Zeer goed. Kom aan, springen. Kom aan, hoger! Hey, waar zijn die handen? Wie staat er per twee die... Dichter! En kijk elkaar diep in de ogen. Dieper wel, hè, dieper. Nee, dieper. Maar dieper! Jeet. Want jullie krijgen nu 30 seconden de tijd om al dansend met elkaar kennis te maken. Nu! Hebben jullie kennis gemaakt met elkaar? Ja! Oké, toch niet onder de blouse gezeten of zo. Goed. Nou, mooi. Nee, ik bedoel, Philippe. Zeg jij benieuwd? Of niet? Juffrouw, wilt jij even meekomen daar aan die kleurige regenboog om mee te doen als leuke griet? Ja, geef mij maar een handje, want anders verloren. Jullie? Ja, ik had het ook al gezien. Had je ze gezien? Oh, dat is wel fijn. Zo, hier kom je op... naast bij stadion van. Ja, niet op het podium. Maar de schijnwerpen zo ontzettend. Dat is wel spannend. Philippe, wat moet ik nu weer? Philippe. Philippe! Wat dacht je? Wie moest ik nog hebben? Dat is een stoere pinkwiel. Oh ja, dat was het. Maar toch, dan moeten we toch kunnen vieren en zo maar even. Meneer, wilt je even meekomen als stoere pink? Handje geven. Ik ben druk, anders is het meneer verlegen. Vind je het goed? Oké. Zeg meneer, kom even. Maar dan zeg dan, yeah! Want de eerste die in deze stand klaarkomt, krijgt de hoofdprijs. En daarom, hoe doen we dat? Al diegenen met hun handen hoog in de lucht, dat zijn de eigenaars van een cabrio. De cabriolets, diegenen die op knieën en handen zaten en nu nog altijd zitten, die staan recht en die komen achter mij staan. Zo, en nu, dames en heren, jongens en meisjes, geef Philippe
discjockey van Anders Kriebelkaal, een schitterend applaus! Maar Philippe, voor de muziekkeuze. De keuze van muziek die je nu net. Oh, die heel nieuwe kerstcd. Ja, je vindt ze goed, jongen. Hij is toch tof, Ja, tof. Oké, juffrouw, mag ik je armpje? Je krijgt het terug, hoor. Zo, want dit is een armpje plek. Hè? Wij plekken aan elkaar. Zij meer aan mij dan ik aan haar. Hè? Zeg, wat doe je toch? Maar, wat is de bedoeling? Deze jongens en meisjes, die komen allemaal in één kring heel snel rondom mij staan. Want wij gaan één kring maken met armpjes plek. Nou, doe maar eens. Pak elkaar vast. Eén kring. En zij? Bij wie was jij? Bij wie? Bij haar? Oh. Dan mag jij niet in de binnenkring, maar wel achter, hoe heet zij? Gwenny heet zij. Maar dat had je moeten weten bij de kennismaking, hè? Onthoud het hoor. Ja, iedereen heeft elkaar gevonden. Dan vraag ik van de cabriolet. Aan de cabriolet vraag ik nu om een half litertje achteruit te gaan. Oh! Goed zeg, dat is mijn volledige liter, meisje. Pak elkaar vast met de handen, dus de buitenkant. Pak elkaar vast met de handen. En zo maken wij twee kringen. Een binnenband en een buitenkant. En hier komt dan de uitleg van het spel. Wanneer de muziek van Anders Kriebelkuil begint, dan gaat de middenste kring ronddraaien in de richting van de wijzers van het uurwerk. Terwijl de buitenste kring andersom binnenste buiten, achterste voor, onderste boven draait. Wanneer de muziek van Anders Kriebelkuil begint, doen jullie dat. Maar wanneer de muziek van Anders Kriebelkuil stopt, dan lopen jullie zo snel mogelijk naar de cabriolet. Springen in de cabriolet, twee steken die twee handen omhoog en zeggen dan... Yeah. Of natuurlijk andersom, dat kan ook natuurlijk, dat die cabriolets vliegen naar die eigenaressen onder de benen door kwik, zeggen die eigenaressen. Steken die twee handen naar omhoog en zeggen dan... Yeah. Maar het resultaat is hetzelfde. En degene die als eerste in deze stand klaarkomt, krijgt de... Heel juist. Nou, hier gaan we dan. Mag ik vragen van een beetje achteruit te gaan, jullie allemaal? En deze een beetje vooruit, want jullie mogen niet voorbij het touw. Want dat is ons podium. Zo is het. En daar gaan we dan. Op de maat van de muziek, al stappend in de juiste richting zoals we gevraagd hebben. Ja, snel, zoek elkaar op, zoek elkaar. Ga als een cabriolet, steek de twee handen hoog in de lucht. Ja, Willy. Ja, Willy. Ja, ze zijn er bijna. Kom aan, meisje, waar is ze? Quinny, het is niet erg. Nee. Just who do you think you are? Take it like a man. Hey, be harder. Hold on. You're moving on. Moving on. Nothing can stop me. Hey, be harder. Hold on. Hey, I got it here. You're not home. Vandaag was ik de disco jockey, Willy. Willy, en jij zou alleen maar 7 zonder micro hebben. Niet andersom. Willy, ik heb hem uitgedaagd omdat ik nog iets wilde vertellen. Wat zeg, hoe staat dat nu? Ja. Laat mij even doen, dan zal het wel gaan. Luister,
jongens en meisjes, al diegenen die willen meedoen met het volgende spel, gaan in het midden van de kriebelkast staan, want wij gaan dansen! Heel goed. Wat heb je gezegd? Maar? Wat heb je gezegd, jullie? Ja, maar... Stel dat je het niet zou gezegd hebben, dan hebben ze toch allemaal gedaan. Jongens en meisjes, mogen we heel even al uw aandacht en volledige stilte, want Willy, hier langs mij, zou een, ik denk wel, hè, belangrijke mededeling willen doen voor jullie. Dus heel even uw aandacht. Oh, dat is wel goed. Heel goed. Ja, fijn. Al diegenen die willen meedoen met het volgende spel, gaan in het midden van de kriebelkast staan, want wij gaan dansen! Dat ze hebben op de banken, dat zij zeer zeker op hun billetjes gaan zitten tegen de banken aan. Wie is er 5 jaar? Meneer, laat uw dochtertje maar staan. Laat hem maar staan. Is geen probleem. Wie is er 5 jaar? Wie is er 5? Ah, kom hier. Laat eens zien hoeveel is dat. Hoeveel is dat, meisje? 4 jaar. Die misschien wel weten. Hè? Wie uit deze juffrouw? Denk ik zo. Is er nog iemand? Ja? 4 jaar? Kom maar. Ik weet niet wat ze hier van voor komen doen, maar van achter is nog plaats te doen. Pak mijn broer maar vast. Is er nog iemand van 5 jaar? Of van 4? Of 4? Maar die moeten wel durven, hè? Die moeten wel durven. Ja, ja. Dat mogen zelfs jongens en meisjes zijn van 3 jaar, maar ze moeten echt alleen naar voren kunnen komen. Durven. Kom maar hier, meisje. Hier is nog een klein hoekje vrij. Ja. Oké. Zo, daar zijn we. De dames nodigen uit. De dames. Test. Dus de dames mogen uitnodigen. De dames. Loesjes mij wel komen vragen, dan maar. Oh, kom maar. Hé, hey, ben je klaar, hè? Jongens, meisjes, dames en heren. Hier staan ze dan allemaal. En zij gaan proberen, in de groep, de hoogste toren te maken met de blokken die ooit hier zo in het Wilhelmina-pleintje in Horst gemaakt is vandaag. En wie gaat dat doen? Zij. En hoe gaan ze dat doen? Wel, dat ga ik jullie vertellen. En jullie moeten zeer goed opletten. En dan kunnen jullie dat ook. Luister. We nemen zelfs een blokje. En we leggen dat op de grond. Hier, een tweede blokje. En we leggen dat ernaast. Hier, een derde blokje, en we leggen dat ernaast. Hier, een vierde blokje, en we leggen dat ernaast. Ja, dat was wel heel goed, maar nu heb ik hier wel nog 4 gaatjes. En op tijd, opgelet, wanneer je de muziek hoort, dan mogen jullie samen de hoogste toren maken. Trees of green, red roses too. I see them bloom for you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue. Listen, dear.
dark sleeping night, and I think to myself, what a wonderful world. And the colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do? I watch them grow, and I watch more than I ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Geen blokken meer in de handen, al de rest in de doos. Ho ho ho, nergens aankomen. Laat eens zien. Ga eens een beetje achteruit, ga eens een beetje achteruit. Ga zitten op je billen, laat eens zien. Oh, wie heeft de hoogste toren? De zilveren, de groene, de rode of de blauwe? Wat denken jullie? Ja, ik hoor lichtjes geel, maar heel hoog hoor ik daar toch wel de groep blauw zeggen. Is dat zo'n beetje, zijn zij hoog? Hebben zij een hoge toren? Ja, ja, ik moet wel zeggen, wie heeft de blauwe toren gemaakt? Ja, dat zijn die vijf. Ah, proficiat. Zeer goed, want zij, die groep, krijgt natuurlijk, omdat ze de hoogste toren hebben, de hoofdprijs. En de andere groepen, die krijgen geen hoofdprijs. Ik voel die stilte nu ook, hè, jongen. Geen hoofdprijs. Willeke. Ja, zeg. Willeke, kan.